hoort je een paleontoloog? Een paleontoloog is iemand die planten en dieren van lang geleden onderzoekt om meer te weten te komen over hoe het leven door de tijd heen veranderd is, geëvolueerd is. Je bestudeert dus fossielen. En om iets meer over planten en dieren van lang geleden te kunnen vertellen, moet je aan de ene kant bioloog zijn. Je moet snappen hoe planten, hoe dieren, hoe die allemaal werken. En je moet geoloog zijn om de gesteentelagen en de ouderdom van al die fossielen goed te kunnen bepalen. En dan zijn er nog heel veel andere wetenschappen waarmee je ook vragen kunt stellen aan die fossielen. Je kunt met scheikunde, met natuurkunde kun je meer over fossielen te weten komen. Als bewegingswetenschapper en de diergeneeskunde, je kunt het zo gek niet bedenken, maar eigenlijk biologie en geologie, dat zijn de twee belangrijkste studies die je nodig hebt om als paleontoloog aan de slag te gaan. Heb jij nog een leuke dino-vraag? Schrijf hem hierop in de comments en wie weet beantwoorden we hem. En als je bezig bent, klik ook even hier en daar.